Dat zag er behoorlijk gevaarlijk uit. Ja, je moet gewoon goed oefenen en dan kan je alles gewoon leren. En dan kan je het ook hard doen. De meeste meisjes van jouw leeftijd zitten op turnen of ballet of paardrijden. Ja. Alleen, daar vind jij niks aan? Turnen is niet zo leuk voor mij. Ik wou meer vechten en zo. Dat is wel leuk voor mij. Bij boksen en kickboksen denk ik meteen aan Jean-Claude Van Damme en Rocky. En om heel eerlijk te zijn, aan een slecht imago. Maar of dat terecht is, dat kan ik hier vandaag ontdekken op het kickboksgala in Vlissingen. Een van de weinige evenementen op dat gebied in de provincie. You ready? Let's go! Stoottechnieken zijn toegestaan, traptechnieken zijn toegestaan, knietechnieken zijn toegestaan. En degene die de meeste treffers maakt, die is de winnaar. Wat is nou de beste treffer die je kan maken? De beste treffer die je kan maken? Moet ik dan denken aan een gebroken neus? Of? Nee hoor, ik denk dat de beste treffer die je kan maken, dat is die treffer die je tegenstander niet aan ziet komen. Er is genoeg animo, dus op zich, ik denk dat iedereen wel tevreden mag zijn over dit gala. Dus. Hoeveel kickboxers komen hier uit vandaag? In totaal een mannetje of 40. En is dat veel? Nou, dat is best een aardig aantal, ja, voor een kickboksgala. Ik vul toch een programma van een uur of 6. Ik denk dat de meeste kickboksers die zelf kickboksen het wel met me eens zijn dat het echt om respect draait. En zonder respect dan kan het ook gewoon niet. Als jullie vandaag zullen zien is het eigenlijk een hele sportieve sport. Er wordt hard gestreden in de ring. Maar daarna en daarbuiten gaat iedereen gewoon heel normaal met elkaar om. Voor wie komt u kijken? Voor mijn zoon. En hoe zit u dan hier langs de kant? Met wat voor gevoel? Nerveus. Nog spannend. U vindt het zeker helemaal niks dat hij aan kickboksen doet? Dat wil hij. Snap je? Dus ik kan niet zeggen nee. Niet, maar het is wel een beetje spannend hoor. Het was gelijk spel. Het was wel spannend. Ja, sowieso. Maar nu weet ik wat ze heeft in. Snap je? En hij moet meer gecoacht worden. Maar hij heeft het wel. Die sterkte. Die broer gaat hem coachen. Ik was heel agressief toen ik klein was. Dus toen zeiden mijn ouders, stop dat maar in je sport. En dan komt het vast goed. En dat heeft goed geholpen. Ja, het ging lekker. Het was een zware partij. Maar uiteindelijk heb ik het mooi afgemaakt. Ik ben trots op mijn trainers. Onthoud mijn naam, Hosni Elnadjar. Jullie gaan me nog vaker in de ring terugzien. Moes! Ik denk dat heel veel mensen het kennen van televisie of van het nieuws. Maar op zich, kijk maar zelf. Het is allemaal hartstikke vredig en alles ziet er goed uit. En ja, super sportief, je hebt het zelf gezien. Verliezen, winnen, maakt allemaal niet uit. Het gaat om de sport en dat vertegenwoordigen wij hier zo.